In het presidentieel paleis zijn vandaag 5 nieuwe ministers beëdigd door president Bouterse. Ferdinand Welzijn, Ruline Samsudin, Ildis Polak-Bigli, Jerry Miranda en Christine Polak zijn de nieuwe leden van het kabinet. Welzijn, die minister van Handelen en Industrie is geworden, en Miranda, die nu de scepter zwaait op OW, hebben de eed afgelegd. De 3 nieuwe vrouwelijke ministers, Polak van Sosavo, Samsudin van ROGB en Bigli van Buitenlandse Zaken, hebben de belofte afgelegd. Volgens president Bouterse heeft hij het regeerteam aangepast om beter te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige financieel-economische omstandigheden. Het is van groot belang dat wij al onze mogelijkheden benutten om zo snel als mogelijk uit deze crisis te geraken, zegt het staatshoofd. De doorgevoerde wijzigingen in het regeerteam hebben de bedoeling de uitvoerende macht hierbij verder te versterken. Tevens hebben wij de organisatie van de departementen aangepast. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme wordt opgeheven. Er zal een toerismeautoriteit in het leven worden geroepen, welke zal resulteren onder het ministerie van Handel en Industrie. De overheidstaken van de departementen Transport en Communicatie worden in de boezem van het ministerie van Openbare Werken teruggebracht. Volgens de president heeft de regering de afgelopen periode hard gewerkt aan een oplossing voor de financieel-economische problemen. Er zijn belangrijke fundamenten gelegd om de verdiencapaciteit te vergroten en het ondernemerschap te stimuleren, zegt Bouterse. Hij geeft verder aan dat het geen gemakkelijke job zal zijn voor de nieuwe ministers, omdat er in de afgelopen periode ontzettend veel is misgegaan op de ministeries. De crisis waarin wij verkeren, nopen ons dus om zaken anders te bekijken, om de structuren weer te gaan herzien, om bezuinigingsplannen te gaan opstellen. Er is enorm veel te doen. En op bepaalde ministeries zijn er natuurlijk clans, want die zitten te wachten van de clans scherpen hun messen aan. Nou, kijk welke minister nou komt, binnen hoeveel tijd we deze in onze zak kunnen krijgen. Mevrouw Samsudin, het zal niet makkelijk zijn voor u. Maar we gaan gezamenlijk, en dan ga ik u straks wat aparte instructies geven, we gaan gezamenlijk naar het moeilijk ministerie kijken. President Bouterse tijdens zijn toespraak in het presidentieel paleis, waar vandaag 5 nieuwe ministers zijn beëdigd. President Bouterse heeft de ministers die vervangen zijn bedankt voor hun inzet. President Desi Bouterse heeft iedereen die zegt dat hij ziek is uitgedaagd om samen met hem een trip te ondernemen. Wie dat zegt, moet zich zondagmorgen aanmelden op Brokobaka voor een tocht van 18 kilometer. Dan zullen we zien wie meesleept, zegt Bouterse. Het staatshoofd heeft vanmiddag na de beëdiging van de nieuwe ministers een persconferentie belegd. Hij vindt niet dat hij in zijn beëdigingsspeech hard heeft uitgehaald naar de ex-ministers. Volgens Bouterse was het nothing personal, strictly business. Het staatshoofd zegt verder dat er bij het Nationaal Leger een totale reshuffling zal plaatsvinden. En dat zal ook het geval zijn bij enkele parastatale bedrijven. Volgens Bouterse was het een grote warboel op verschillende ministeries. Omdat het zelfstandig opererende organisaties zijn met een eigen budget en er is geen controle. Het is een warboel van heel het kinder. De OW, ROGB, het is geen kwestie hard naar de minister toe. Het is hard naar de omstandigheid toe. Het is verschrikkelijk moeilijk om dat, en dat moet,
Dat zal moeten worden geherstructureerd. Het zal weer in police moeten worden gebracht. En het is eigenlijk all over the place. Geen gemakkelijke job. Ik denk dat we van de gelegenheid gebruik moeten maken om de ministeries weer te stroomlijnen. Als je weet hoeveel ambtenaren er werken op ministeries, waarvan de minister niet eens weet. Mensen die op een of andere manier in de loop der tijden thuis zijn gebleven of elders werken, niemand weet het. Geen discipline ten aanzien van aanmelden aan het werk. En dan krijg je natuurlijk de problemen, als u zegt, mijn ministerie, 5 over 7 binnen. Ten aanzien van de overplaatsing van minister John de Goyo van Sociale Zaken naar Sport- en Jeugdzaken, zei de president dat er zich op Sasavo zaken voltrokken die het daglicht niet verdroegen. Deze zaken zouden de Goyo haar goede naam hebben aangetast. Bij sport- en jeugdzaken ging het niet goed en de president vond het een wijs besluit om de Goyo daar haar carrière te laten voortzetten. Bouterse beloofde een betere begeleiding voor haar en de andere jonge ministers. Het staatshoofd gaf verder aan dat Cliff Limburg directeur wordt van het directoraat Informatief, waar alle overheidsvoorlichting gecentraliseerd zal worden. Hij ging ook in op de opheffing van het ministerie van TCT. Als je naar T kijkt, is transport. De zaken die onder transport vallen zijn meestal de haven, de luchthaven. En het zijn NV's, dan Sugeneres, die eigenlijk op zichzelf staan. De minister als zodanig heeft slechts een juridisch-technische. Als de staat vertegenwoordigende. Over zo'n NV. En dat wordt gedelegeerd via de Raad van Commissarissen. Enig probleem daar is, wat, laten we zeggen, het ministerie rechtstreeks mee bemoeit, dat is natuurlijk bustransport, watertransport, zo'n ingewikkeld ding, taxiwezen. Dat is 90% van de job. Dan hebben we de andere T, het toerisme, zoals ik eerder zei, wordt dat een autoriteit. Dat gaat op zichzelf staan. En dan heb je communicatie. Communicatie, daar praten we over. Eigenlijk telesuur en TAS. Nou, wanneer je die drie zaken bekijkt, dan is hij zo eng dat we dit kunnen opdelen onder andere ministeries. En dan zal de zaak moeten kunnen lopen. President Bouterse, het staatshof heeft vanmorgen een persconferentie belegd, waarbij hij onder andere is ingegaan op het ontslag van de 5 ministers.